Hallo kijkers van Dus David Games. Vandaag weer een potje met True Dads. En hij speelt Kreefs dit keer, geen Kokma. En laten we beginnen. Je begint bij je golems. En, ja, gewoon snel golems pakken. Geef je alvast een half level XP. Ik weet niet of jullie dat doen, maar ik zou het echt aanraden. Zoals je ziet, ik heb nu... Wacht, moet je even kijken. Ik heb al een half level te pakken voordat die minis er überhaupt zijn. Ik denk, ik gebruik gewoon spels, Soraka die... Oh ja, Soraka is echt heel irritant bezig. Dus het heet dit te zeggen. Het is echt heel irritant, jongen. Ja, de chat maar buiten beeld gezet, vooral dan raids. Ja, ik zeg, hou even je mond, man. Die kan ik niet concentreren. Je hebt in ieder geval... Wel... Hier, het begint ze weer. Het begint ze weer. Gaat ze echt gadverdamme. Lol, ja, ik zie het niet. Nou, in ieder geval op een gegeven moment worden we lekker doodgepookt. Dat is altijd bij Caitlyn. Die heeft een attack range hier. Die echt zo ver. Ja, die range van Caitlyn is hard. Je ziet het, dat is echt dikke poker. Ik weet ook... Dit wordt echt een nou, leuk potje te zeggen. Een potje waar echt veel gesnowballed wordt. Veel kills worden gemaakt. En het is ook weer een 20 minuten game. Dus het is een lekker potje hier. Dit is een beetje dom van hem. Nu vangt hij gewoon free 2 hits. 3 misschien. Nee. Ja, ik heb nu ook vrije damage gekregen. Ik vind wel dat Caitlyn Graves redelijk kan counter hoor, met die range. Ja, maar... Nu ben ik in het voordeel eigenlijk. Want weet je, Soraka die hield me gewoon de hele tijd erbij. Ik krijg ook de hele tijd maanden erbij. Je moet gewoon tegen Caitlyn moet je gewoon altijd je lane kunnen pushen. Als je je lane kunt pushen tegen Caitlyn, dan ben je goed bezig. Dus ignite me hier. Dus tricky. Maar ja, ik zie dat die Caitlyn die vangt allemaal damage. En die Soraka staat er free aan te vallen. Oh, ik loop nog bijna door die Q1. Jezus. Nou ja, Soraka pakt hier die first blood. Lol. Ik ren nu naar die Ali toe, want hij doet sowieso niet veel damage. Ik heb die heal up. Dan gaan we erachteraan. Ik weet niet of ik deze kill... Ik had hem wel door kunnen gaan. Ik had boots, hij had nog geen boots. Ja, ik had het kunnen doen. Maar... Ja, beter safe. Het team begon al lekker te feeden, dus ik denk... Nee joh, godverdamme, niet weer zo'n team. Maar... Ja, ik denk... Dan krijg je altijd zo snel zo'n gevoel, laat maar, weet je. Dus ik denk, nu ga je, ja. Als je zo'n team hebt, dan moet je gewoon gaan proberen te carryen. Dan maakt het niet uit of je 10 keer dood gaat. Of je, dan moet je gewoon zorgen dat je heel erg gefeed wordt. Anders ben je toch sowieso verloren. Dus dat ga ik ook doen. Maar met Soraka kan je niet echt killen. Dat... Ik val trouwens ook met Last Stitch. Maar dit was volgens mij in de ochtend. Het eerste game. Dus dan ben je nogal moe, weet je. En dan zit je niet echt zo... Dan zit je met brakheid een beetje naar die minis te kijken. Ik koop gewoon een Doran's ringje. Ik weet niet of ik er een pot bij koop. Nee, denk ik niet. Ik sprong schaken. Nee. Ik mis als het goed is net één mini of zo op de lane. Want ja, als je... nee. Ik denk, hoeveel minis zou ik missen? Twee of zo. Counted, moorden counted Veigar toch? Early wel, maar late game, je weet dat Veigar... Ja, dat weet ik. De ulti van Veigar, die... AP op AP base. Als Mordekaiser bijvoorbeeld 300 ability power heeft, dan doet Veigar's ulti 300 extra damage. Dus ja, je kan eigenlijk geen... Altijd als ik ability power speel, zoals Ari of zo, dan koop ik altijd... Moet je gewoon Rot of Ages en Relies kopen. Zodat je wel AP hebt natuurlijk, anders doe je helemaal geen damage. Maar dat je ook redelijk wat AP hebt. Anders gaat het hem echt niet worden. Nou, zoals je ziet, nu push je Caitlyn, maar Lee Sin komt eraan. Ik bait zoals jullie, ik ga niet treffen staan van ja, je valt me aan. Ze trapte er wel in. Ja, ze trapte er inderdaad in. Lee Sin loopt mooi langs die waard heen. Of nu loop ik erin. Oh mijn god, ik loop gewoon zelf die trap, jezus. Oh, Schraak doet even een gekke flash sinus ofzo, ik weet niet. Ja, ze vond het sowieso al niet leuk om te supporten die schraken, dus ze zat een beetje te trollen. Ja, ik maar we gingen er dus diven. Omdat ik vertel, ja, ze hebben geen flash en heal, die hebben ze net gebruikt. Ze moeten, ik weet niet hoe we dit deden, volgens mij deed het best slim, maar... Oh, ja, dat was echt slecht. Oh, ging je nou in de trap of... Ja, ik ging in die trap staan. Nou, je ziet, het staat nu al 2-4, dus het begon echt al een beetje... een slechte... draai te krijgen, aangezien Soraka van ons ook een kill hebt, dus staat eigenlijk 1-4
En van hun heeft Alistar geen één kill. Dus het was echt zo van... dit wordt een moeilijk potje. En Udyr, die verloor top ook heel hard. Kijk maar naar die Wukong. Die staat gewoon naast die tower staat die gewoon te farmen. Dat zegt al genoeg. dat zegt echt veel over een lane. Echt, hè? Veigar, die staat ook helemaal tegen zijn turret aan. Dus het zag er echt niet goed uit. Ze konden nu gewoon free Drake doen, hè. Ze konden gewoon, als we nu Wukong gewoon naar beneden zouden lopen. En ja, dan hadden ze gewoon nu een free Drake. Udyr is ook meer een jungler dan een solo top, maar dat is mijn mening. Oh ja, hier is die Caitlyn. Volgens mij, hier gebeurt iets interessants wat de game wel verandert hier. Hij denkt van, ja, ik heb red, weet je wel. Maar ik denk, hij heeft geen mana, wat gaat hij doen? En hij gaat nog op Soraka. Dus ik denk, ik ga gewoon die Caitlyn auto-attacken. Ah, helaas gaat Caitlyn dood. Maar hier pak ik dus die red Soraka van... Soraka bedoel je? Ja, Soraka gaat dood. En hier pak ik dus de red buff van die Caitlyn. Waardoor ik die Alistar makkelijk gesloten kan houden. En ik net buiten de WQ-range van hem blijf. Dus pak die kill hier. Sta ik nu 3-1 en dat is toch wel een hele andere wending van het spel. Gelijk 600 gold erbij. Ja, dat gaat goed zo. Dus dat was een beetje dom van die keten, aangezien hij geen items had en natuurlijk geen mana. Nou, wat je zegt, die dacht natuurlijk, ik heb die red buff. Ja, ik ga gewoon achter die Ali, ja. Maar ja, nu wordt het wel interessanter, want... Caitlyn heeft nu ook wel 2 kills, want die pakte die kills raken natuurlijk nog steeds. Ik heb nu 1400 cash, weet je. Dus het is echt zo'n kutpositie, want je kan net geen BS word kopen. Als je zo, of je moet een pickaxe, je kan, als je echt back moet, zou ik je wel zo'n pickaxe en zo'n attack speed ding, zo'n dagger kopen. Dan kan je alvast je push gaan afmaken. Ik push even mijn laser back kan. Ik weet niet of ik dit slim doe, ja, dat gaat goed. Nou, dan staat die farm voor een turret en dan kan ik makkelijk even recallen. Of ja, ik kom nog geld tekort inderdaad. Ik moet even 1650 halen. Nou, ik ga gewoon terug. Kijk even, ik ben wel benieuwd wat ik ga kopen. Volgens mij ga ik een pickaxe en een circuit base kopen. Ah, oh, je gaat raken dood. Moet je eens naar die Shrak kijken, jongen. Echt zo dom. Er zit ook echt niet veel leven voor zulke acties, jongen. Nee, ik zeg, waarom ga je naar een marktplaats als ik weg ga? Hier, kijk, ik koop nu een Berserker Grease, maak ik af, dat is 500. En een pickaxe is 1000, dus dan... Ik had 1500 cash, dus dan... Vult dat mooi aan. Ik moet ook een beetje kunnen rekenen, ik denk, neem wel aan dat jullie dat kunnen. Anders neem je maar een rekenmachine erbij. Of op je telefoon of zo. Ja, dat is serieus hoor, het is echt handig om de... Ja, om de bedragen van alle items van, en dat je een beetje gaat uitrekenen van ja, ik heb nu niet genoeg cash, ja. Maar het probleem is nu dus dat Caitlyn 3 kills heeft en ik heb ook 3 kills. Of nee, Caitlyn heeft zelfs 4 kills, dus die gast moet eigenlijk al beter dan mij zijn. Maar dit bedoel ik dus met een BF sword, kijk dan. Hij heeft een BF sword, ik heb 2 Dorans en ik heb gewoon veel meer HP dan die gast. Ik weet niet wat ik hier aan het doen ben. Oh ja, ik zag Lee Sin komen. Ik weet niet, ik own ze hier best wel hard. Die Ali miste Q. Ik heb nog die red buff op me, zoals je ziet. Nog een paar. Dus deze game heb je wel gecarried, zo te zien. Ja, nu sta ik al 5-1, weet je. In ieder geval, we gaan nu Drengen pakken. Het is nog steeds niet gewonnen, want zo'n Caitlyn heeft nog steeds 4 kills. Dus daar moet je gewoon van oppassen. Maar bot mid, die faalt hem hard. We wilden eigenlijk Drengen genoemd, maar we gaan gewoon even naar midlane toe. Ja, mid valt niet echt hard. Het is gewoon die Wukong is alleen... Ja, nee, maar ik bedoel... Ja, die Wukong faalde hard, neem ik aan. Die liep in die stun van Veigar. Dit zijn weer een paar free kills. Voor ons. Geen mana. Bijna geen mana meer, die Wukong. Ja. Dan sta je 6-1 met een Graves en dan moet je dit gewoon kunnen carry. Ik heb net weer een nieuwe red buff gekregen. en dan gaan ze hier een paar domme plays maken, die gasten. Die gaan allemaal één voor één gaan ze er zo in. Dat is... Hier moet je gewoon weggaan, weet je. Je moet het gewoon laten. Je moet de tegenstander op zo'n moment gewoon Drengen geven. Ze hebben 2 deads, tegenstander. Oh ja, joh. Hier, kijk, nu krijg je nog meer deads. En dan heb je ook nog eens een Drake tegen. Doe maar even. Mooie omwending van het spel, Ja. Oh, die Ali pakken ze niet. Kijk, hier gaat echt iets doms gebeuren van ons, hè. We gaan hier echt... Dit, ik weet niet wat hier gebeurde, wil ik nog wel eens even terugzien. Maar we gingen nog echt
Ja, kijk die Veigar, hè. Kijk die Veigar daar, Riekal. Hij kan niet even teruglopen. Daardoor gaat alles fout zo. Ja, dus lopen we hier met z'n drieën. En dan loopt Schraken die trap in. Ja. Yeah. En dan, dit is gewoon echt weer gewoon een hele omwending van het spel. Zo'n gast maakt hij gewoon een triple kill, zo'n Caitlyn. Zie je? Oh, en ja. Nu zit je weer in de kutfase, want die Caitlyn heeft weer 7 kills, zoals je ziet. Oh, die wordt nog even mooi geheeld. Dus je geeft het hier gewoon uit handen door zo'n Veigar die niet wil recallen ofzo. Ik weet niet wat die deed, maar nee, die ging gewoon... Nee, wou teruglopen. Ja, je moet gewoon teruglopen, je moet gewoon weg daar, weet je. De kans dat er nog flash op hebben ofzo, ja, dat was eigenlijk niet zo groot. Maar alsnog, je moet gewoon weglopen daar. Plus meestal als je bij het nadrengen gelijk wil recallen, je hebt die debuff nog op je, dan wordt meestal gecanceld. Yep. Nou, hier is een mooi farmpje bottom lane, ik weet niet of dit zijn. Ik zou eigenlijk eens een keer moeten uitrekenen voor de grap. Het is best veel gold. Zoals je ziet, dat is gewoon 300 gold, zo'n klein, zo'n wave. Ik zal het geen kleine beestjes meer noemen, want daar worden er nog wel agressief van. creeps. Minions. Oh, creeps. Ja, ik noem het creeps. Ja, joh. Minions en spawn. Beestjes. Dat kwam omdat ik vroeger nog helemaal niks van de spawn wist. 2 jaar geleden noemden we het altijd beestjes. Beestjes. Er zitten beestjes op je beeldscherm. Nee. Ik denk van, ik ga ze beter. Ik loop weer over die trap heen. Ik weet niet of ik dat al in gedachten had, maar... Ik zag die Lee Sin in mijn rug. Je ziet, zo moet je ganken als een Lee Sin. Gewoon... Want in die rivier staan gewoon altijd wards van de tegenstander. Dat kan je gewoon... Ik ga ze hier volgens mij beten met Soraka. Gaat op zich wel goed. Hier, hup, tegen gaat in de trap staan. Dat die mensen daar intrappen, dat vraag je... Ja, mijn ulti mist hem compleet. Ik weet niet of je dat zag. Je loopt voor mij iets voor mij. Ja, sorry, dat is... Nee, ik weet al wat er gaat gebeuren, dat ze anders zijn. Ja, oké, dan moet je... Moet je rekening mee houden, natuurlijk. Okay. Ah, hier gaan we er mooi in. Ik weet niet wat dit ervan gaat worden hiervan. Ik weet niet wat die Lee Sin daar doet. Beetje damage. Ja. Is niet echt slim van hem. Oh. Die ving hij mooi op. Ja. Ze raken poest bot wel door. Ja, dus... Ik weet niet waarom ze nu terugkwamen eigenlijk, maar... Ja, die Lee Sin willen ze hebben natuurlijk. Dat is een mooie Q van die Lee Sin. Dit is gewoon zo slecht van ons, weet je. Dit is gewoon 3 kills gewoon huppatee weggeven. We hadden wel 2 kills natuurlijk, maar... Alsnog, het is gewoon... Ja... Schraken was kansloos dan. En weer die Wukong... Ja, die Wukong. Aan het dromen. Maar je ziet nu wel dat Udyr top pakt, dus in de tussentijd gaat er nog wel wat aan de gang, weet je. Die toplane van hem werd geforst om te gaan roamen, weet je, anders hij zag dat hij het anders toch ging verliezen. Terwijl hij wel in het begin voor mij wel goed ging. Oh, dit vind ik wel nerdy. Oh, dit is wel sportief van deze Mordekaiser. Die kon Veigar gewoon killen, omdat hij gedisconnect was, maar hij killed hem niet. Nou, dat is wel sportief. Lol. Nou, dat vind ik wel een tof van hem. Dat doe ik meestal zelf niet. Echt, hè? Nee, dan ben ik serieus. Nee, dat vind ik wel tof. Gewoon degelijk respect. Respect in game. Ja, dat heb je dan ook. Yep. Ik vraag me niet wat die Soraka aan het kopen is. Echt, vraag me echt niet. Oh, die gaat Catalyst kopen. Oh, ja, dus... Twee keer Mana Sapphire? Die gast is... Ik zei dat die gast... Oh, nou verkopen ze er weer een. Ja, dit is echt een... Ja, dat had ik ook laatst, joh. Dan zat ik Wukong te spelen en toen kocht ik ongeluk 2 Brutalizers op een gegeven moment. Of ja, toen kocht ik 2 Brutalizers, moest ik er 1 gaan verkopen. Dan baal je wel even, maar dan ga je natuurlijk niet tegen je team aan te zeggen, anders lag je in 4-kot uit. Of ze wijnen je in 4-kot uit. Maar op een moment zag ik 7-3,
Caitlyn heeft ook 7 kills. We hebben allebei ongeveer dezelfde items, dus de komende teamfight gaat alles zeggen, zeg maar. Ik weet niet wat ik hier dacht. Ik ga lekker erin lopen of zo, maar. Ik weet niet, jij bent de enige die mist. Nou, ik had eigenlijk geen zin om te lopen. Ik denk dat dat het was. Laaiheid. Maar je zult zo zien, als je goed wil worden met AD, dan moet je gewoon goed kunnen worden en positioneren. En dat je gewoon altijd damage kan blijven doen. En dat je niet, je moet ook niet midden in zo'n teamfight naar zo'n Caitlyn toe lopen. Je moet gewoon zorgen, nou, het is gewoon wie het is. En deze teamfight wordt bepalend, weet je. Of ik gefeed word of die Caitlyn. Hier, deze gast wordt kaart gecatcht en we hebben er gelijk al één dood. Mordekaiser die valt ook gelijk af. Ik zie dat nog niet hoor, je loopt voor. Jongen. Ja. Dan bukt het helemaal, man. Want we waren wel tegelijk. Ja, die Moorde is nou dood. Maar die, natuurlijk die Maokai is ook op AP. En Moorde is op AP, dus die Viger brandt ze best wel hard neer. Die Viger flasht hem mooi voor het muurtje en zo. Oh ja, dat is ook wel netjes gedaan. Zodat hij gelijk kan stunnen en nu gaan we gewoon Baron pakken. Ja, het was echt zo van, oké, nu gaan we gewoon Baron. Je kan Baron op level 9 echt wel pakken met Survivor, zoals je ziet. Het is echt niet zo dat Baron het sterkste monster ooit is. Wat sommige mensen denken, je kan hem echt al heel vaak pakken gewoon. Ja, als je gewoon goede items hebt en je hebt er tijd ervoor, dan gewoon doen. Ik own die Caitlyn heel hard 1 op 1 op 1. Maar is het nou zo dat Baron skillt, zeg maar hoe langer die de staat, hoe sterker die wordt? Ja, dat is zo. Je kan ook zien als we die hebben, spring ik over het muurtje en dan ga ik die Caitlyn pakken. Dat was best wel eng. Zag je al gelijk dat ik hem 1 op 1 kaart reed. Maar... Lol, die double kill. Nou, deze game ging echt 2 keer aan de andere kant op. Ja, dat is echt zo van, oké, nu hebben jullie weer gewonnen, oké, nu weer wij weer. Au, die moorden deed aardig wat damage op. Ja. Ik heb ook nog hier, ik heb de heal spel, dus zoveel. Waar ging die Maokai nou op? Op Lee Sin? Ja, je moet gewoon nooit tegen iemand. Als je tegenstander Baron buff hebt, dan moet je gewoon achter die touwen gaan staan. En op level 11 kan je echt nog geen heel team dive, vooral geen Wukong en een Maokai en zo. Want deze game kon zo weer teruggedraaid worden, hè? Want als zo'n Wukong op mij ultiet en Mordekaiser ultiet mij ook en Alistar die kuut mij omhoog, dan ben ik gewoon dood en dan heeft Mordekaiser mij als clone en ja. Als dan, ghost, ja dan. Ja. En dan is zo'n spelletje gewoon over, weet je, dat kan je weinig gaan doen, maar. Dan is het gewoon 6-4. Ja, dat is 6 tegen 4 inderdaad. Dus je moet altijd op blijven letten. Je kan nooit zeggen van, vooral als je een Mordekaiser team heeft, nooit opgeven gewoon. Ik heb nu ook 3500 cash, dus ik wil waarschijnlijk gelijk een Phantom Lensetje. Volgens mij zit ik even te zoeken. Ik weet het niet wat je gaat halen. Nee, ik ook niet. Je hebt aardig wat cash inderdaad. We hebben natuurlijk Drengen gehaald, Baron, Turret, paar kills. Ja, je pakte die double kill. Ja. En maar we, nu dacht ik van, na mijn Phantom Lancer dacht ik van, ik ga nu gewoon Guardian Angel, weet je. Dan kan Mordekaiser je nooit in één keer downburst, dan kan je die winnen wel in je broekzak zetten. Snap je? Mm-hmm. Als je dan in één keer dood hebt, dan denk je, heb je nog ook die clone. Dus. Ik ga gewoon lekker agressief op die lane, vind ik altijd leuk. Maar dat kan je niet doen tegen een Ashe bijvoorbeeld. Oh lol, kan je dat? Moet je die fills even bekijken zo? Waar zo? Ik loop vol. Ja, moet je zomaar even kijken. Wat dan? Kijk bij mij, je moet gewoon even bij mij kijken. Ik heb die fill, die Q achteruit ofzo. Oh ja, dat heb je met Smartcast hè? Ja. Dat heb ik soms ook wel eens, vooral met Lulu. Die Lulu-Q, weet je wel, die splitter. Ah, ja. En met Smartcast, gewoon irritant. Lululuku. Ja. Die Luluku. Spreek jij het maar eens uit. Luluku. De nieuwe champ die komt volgende patch uit. Ja, Luluku. Ja, nice man. Ik was eigenlijk al een beetje te laat voor deze teamfight die zo gaat komen. Want ik dacht van, ik wil die bot farm man. Ah, fuck dat.
Nee, maar die Lulu-koe, die komt volgende pets uit en die gooit dan de Holy Hand Grenades uit Worms, weet je wel. Ja, man. Zo, je burnt die Kaden aardig aan, zonder van die ult. Ja, dat was echt een noob ult, maar het is al... Ja, dat is toch een beetje gokken waar ze lopen. Yep. Kom nog even... Ze geven ook wel jou de kills. Ja, dat is logisch. Als je AD veel kills hebt, ja, dan weet je gewoon dat hij gaat carryen. Dat is gewoon, hoef je niet eens kill voor te hebben. Een keer gaan stilstaan. Oh, en wat denkt hij nog? Ja, ik weet niet. Die gast zit echt een beetje hard te trollen in Maokai. Maar ja, stel dat je... Nou, ik weet niet. Ik denk zelfs dat als ik in hun team had gezeten en als we van bottom lane waren verwisseld, zeg maar, dat we ook gewonnen hadden. Wat? Hoe bedoel je? Als je van bottom lane... Als bijvoorbeeld Caitlyn nu in mijn positie stond, zeg maar, in dit team en ik in het andere team, dan hadden we alsnog gewonnen, denk ik. Het is moeilijk uit te leggen. Kijk, als ik bijvoorbeeld... Als ik en Caitlyn van team zouden wisselen op dit moment, mm-hmm. dan hadden de tegenstander gewonnen. Die Caitlyn is echt slecht bezig. Die gast heeft heel veel kills gemaakt en echt nog helemaal niks nuttigs gedaan. Gewoon. Ja, oké. Okay. Ik heb nu mijn Garden Angeltje, dus nu ben ik echt niet meer te killen. Het ziet er wel grappig uit, zo'n Garden Angel. Oh, die Uni stond te tanken, maar hij wordt niet geholpen door die Veigar. Nee, ja, ik vond die Veigar niet echt sterk, maar ja. Nee. Udi die faalde top eigenlijk op het begin ook wel, maar die heeft nu ook nog wel een leuke score, dus je kan tegen iedereen zeggen dat hij gecarried heeft. Doe ik ook wel eens. Sta je 3-2 en zeg, hij is lekker bezig, maar dan maakt hij stiekem gewoon 3 kills op spam, bij een spam als je gecarried bent. Want er zijn natuurlijk, iedereen wordt wel eens gecarried, weet je. Ja, iedereen en, heeft zo zijn mindere momenten en zijn betere momenten. Ja. En er zijn ook momenten dat jij probeert te carry en iedereen helemaal faalt gewoon. Ja, je hebt wel in... Het kan alle kanten op gaan. Maar deze game is eigenlijk al gespeeld. We gaan gewoon een beetje pushen, weet je. Oh ja, kijk, nou dit, geen beeld. Ja, dit kan je gewoon niet verliezen. Dit is gewoon onmogelijk gewoon. Nou, we moeten wel even wachten op het team helaas. Ik ben meer van, ga nou pushen, boeien, rennen, snel. Zo. Ja, inderdaad. Ik heb ook liever een agressiever spel dan... Ja, jij hebt ook in principe je bult al af. Ja, je zou die Dorans nog... Nou, ik ga hierna... Als ik hierna nog iets zou kunnen kopen, zou ik een Last Whisper kopen. Nee, maar ik bedoel, je basisbult heb je af. Ja, ja, dit is... Op dit moment ben je echt super sterk al. Nu ben je zeg maar al wel beter dan AP Carry, zeg maar. Ligt eraan hoe hard die AP carry is gefeed, maar... Ja, Veigar hoeft niet per se gefeed te zijn. Als hij goede farm heeft, dan is het ook... Maar kijk, in deze teamfight hier heb ik straks een hele goede positie. Ik kan gewoon makkelijk even een Maokai, even een tank even uitpakken. En even een Caitlyn die... Ja, hun zijn gewoon verkeerd gepositioneerd. Ze zijn gesplit. Waarom liep die Maokai niet naar zijn turret? Ja, gaat die volgens mij nog. Nee, hij liep weg. We hebben al gewonnen. Als je dan naar de creeps kijkt, dan zie je ook waarom we gewonnen hebben. Ja, ik zat net al te kijken. Jij zit bijna op 200 minions. Ja, die Caitlyn loopt 80 achter. Dat zijn ongeveer 5 kills. Hadden ze gesurrenderd? Ook die chat natuurlijk wegstaan. Ja, ze waren gesurrenderd. En... Nou, DJ weer bedankt voor deze gameplay. Geen probleem. En mensen, abonneer op Dus David Games voor meer games. En tot de volgende keer. Later.